Van Cambuurkant beginnen wij dramatisch aan de wedstrijd. Ongekend dat we, dat we zo beginnen eigenlijk. Ja, kinderlijk eenvoudig geven de doelpunten weg. En ja, we hebben nog geluk dat we voor rust dan nog via mij dan nog de aansluitingstreffen maken, waardoor we nog hoop houden. En ja, tweede helft was het maar één ploeg eigenlijk die verdiende om te winnen, en dat waren wij. We kwamen een beetje gelukkig op 2-2, maar daarna hadden we, ja, Grazer kwam de middenlijn niet meer over volgens mij. En ja, dan verliezen wij eigenlijk nog op een bizarre manier de wedstrijd. Ja, is dat extra zuur? Ja, sowieso. Maar dus, we hebben het laten liggen in de eerste helft, maar in de tweede helft heb je het gevoel dat je het uiteindelijk nog wint. En ja, dan zit het uiteindelijk, is het wel pure pech dat de bal zo erin vliegt. Kan je het verschil verklaren tussen de eerste en tweede helft? Had het te maken met de Graafschap of vooral met jullie eigen spel? Nee, vooral met ons. Wij moesten hier thuis moeten we veel meer gas geven dan in de eerste helft wat we hebben gedaan. In de tweede helft laten we zien dat we het wel kunnen. En dan, weet je ook dat, dan kun je ook zien dat wij meer kwaliteit hebben eigenlijk dan de Graafschap. Alleen dat hebben we de eerste helft echt nagelaten. Onlading is enorm groot nu bij de Graafschap. Hoe heb jij dat als Cambuurspeler beleefd, dat doelpunt van Tarvi? Ja, dat is ongelooflijk. Dan zak je wel even door de grond als je... Ik stond in de muur en ik draai me om en ik zie die bal in de kruising vliegen. En, ja, dus dan kun je wel even door de grond zakken. Het was een cruciaal duel van beide kanten. Wat betekent dit nu, het verschil dat het terugkomt tot 2 punten? Nou ja, het betekent dat we wilden eigenlijk een goede stap zetten om Graafschap een beetje op grote achterstand te zetten en meedoen om de plek 15 weer. En nu moeten we gewoon naar beneden kijken en moeten we ons zorgen maken om rechtstreeks de degradatie. En dat is nu onze taak om volgende week Willem II te bestrijden om toch wel een keer 3 punten te pakken. Ja, al met al een hele bizarre avond, denk ik. Ja, heel teleurstellend. Ja. Ja.